Welkom terug bij de live-uitzending van de SCVS vanuit de Anthony Nesty Sporthal. U heeft de verschillende ontwikkelingen ook wel gevolgd van wat er hier allemaal gebeurt. De persconferentie van morgen van de oppositionele partij op dit moment nog. Die heeft u ook gevolgd. We hebben een gesprek gehad met inspecteur Eik, die trouwens inmiddels verwijderd is vanuit NIS. En ik zie nu de John Lekton hier. Markmeester John Lekton. Meestal gaan we bij hem op bezoek, maar vandaag hebben we hem hier gezien. Wat bent u hier komen doen, meneer Lekton? Nou, ter ondersteuning hoor. En ik sla dingen schade. Ja. Dus daarom ben ik hier. Hoe bekijkt u die hele situatie? Hoe ik hier kijk. Ik heb een heleboel verkiezingen meegemaakt en ik heb lang in structuren gewerkt. Voor mij is allemaal, het lijkt allemaal onmogelijk. Een politieke organisatie die nog nooit meer dan 9 zetels hiervoor had. Nu dreigen ze bijna 100 zoveel stemmen te krijgen. Dus ik bedoel van, ik respecteer alle uitslagen hoor, maar dit lijkt niet zuiver hoor. Ik zeg het je, het lijkt echt niet zuiver. Mensen die nooit landelijk 9 zetels hebben gehad. Nee, begrijp ik gewoon fictief dat ze bijna 80.000 stemmen hebben en 100.000 stemmen. Dus, en daarom ben ik hier, want ik begrijp niks in al die jaren dat ik verkiezingen meegemaakt en ervaring dat ik heb met deze mensen. Dus pas aan, nee, goed kring hoor. Ja. Echt niet. Maar u gaat er dus niet vanuit dat het ook zou kunnen zijn dat daarmee door het volk een signaal wordt gegeven? Door het volk? Nou, minder denk ik. Kijk, Surinamers zijn niet dom. Zij stemmen mensen. Wat wil je nog meer hebben? Deze regering heeft huizen gebouwd waar je rust kan vinden. Onderdak voor je gezin. Toch? En scholen gebouwd dat je kinderen education krijgen. Ziekenhuizen. Dat is als je kind ziek wordt. Of als jij zelf ziek wordt. Of met zieke mensen kan je dat niet ontwikkelen. Infrastructuur gebouwd naar onze rijkste gebieden. In het binnenland. Waar ons mineralen zijn. Waar ons hout zijn. Steenslag. Goud, diamant, noem maar op, allemaal. Er is een toffe infra naar daar toe geslagen, waar die mensen van daar uiteindelijk zichzelf gaan kunnen ontwikkelen, door fabrieken te bouwen, of te laten bouwen, om die producten te veredelen. Ik bedoel, daar rijden er geen grote houtblokken meer naar de stad, maar gewoon planken en posten in gesloten huif. En dan heb je ook al, en dan kan je zo vlotte wegrijden, rechtstreeks naar de haven toe, geen enkele oponthoud, begreep je? En dan, er is zoveel gebeurd. Jugu Jugu Kong, ze hebben opgevangen met pakkettenvang, met Fujepi Alasma. Toch? Dus eigenlijk begreep ik niet, als dit de resultaat is, begreep ik niet wat Surinamers willen. Dan willen ze gewoon achteruit gaan. Ik ben iemand, ik zit in structuren, ik bemoei me te veel met politiek, dat is voor politici. Wat ik moet hebben, is een onderdak voor mij en mijn gezin. Scholen, ziekenhuizen, die dingen moet ik hebben, goede infrastructuur. Het land wordt ontwikkeld. We hebben een enorme achterstand wat ontwikkeling betreft. En dat komt niet door deze regering. Deze regering heeft zoveel gespend dat ze een boeven- en rovers nabrengen. Alleen maar om de preambule, ik bedoel, om te starten. Om daadwerkelijk te gaan naar die ontwikkeling. En dan moet je nagaan, over 5-6 jaar hebben we weer olie. Toch? Weet je wat er allemaal met Suriname gaat gebeuren? Deze mannen hebben alles georganiseerd om vlot in de ontwikkeling te gaan van Suriname. Wat wil dit volk weer hebben? Ik weet dat alle regeringen alles kapot hebben geslagen. De markt is niet onderhouden geworden. De scholen zijn niet onderhouden geworden. De wegen zijn niet onderhouden geworden. Willen we daar terug gaan als dit de juiste resultaat is? Ja. Maar het volk heeft gekozen als dit het juiste resultaat is. Als dit de juiste resultaat is, heeft het volk gekozen. Ik ga het ook respecteren, maar deel me tegen jaren. Ik ben geen bodoeman hoor. Maar dit kan nooit de juiste resultaat zijn in alle jaren dat ik de verkiezingen meegemaakt heb. Iets klopt niet. Iets klopt echt niet. Toch? Ik bedoel, kijk wat er allemaal in Wanica is gebeurd, wat ontwikkeling betreft. En probeert om meer te kunnen ontwikkelen. Daar hebben ze deze man ook afgewezen. En Nikeri, toch de rijstboeren. Van alles is daar gebeurd en ze hebben die mensen ook uitgewezen. Hier in Paramaribo is er zoveel gebeurd. Toch, ze hebben die man ook afgewezen. In Saramaka is er zoveel gebeurd. Heel mijn man Bribi toch, misschien ben ik dom hoor. Maar meneer Dijk, niet dom. Dus ik kan echt niet geloven wat er nu gebeurt. Ik ben niet verbaasd. Ik ben zeker dat ik het niet mag geloven. Ja. Ik zeg het je eerlijk hoor, weet je wat mij tevreden is? Een herverkiezing, niet eens een hertelling, maar een herverkiezing zeg ik je. Echt, dat zou me echt tevreden stellen. Ja, maar wie ben ik? Maar dit is hoe ik erover denk. Want we zijn geen dom volk. Je moet weten,
wat met dit land moet gebeuren om naar de ontwikkeling toe te gaan voor jou en je gezinnen toch? En waarom ga je stemmen voor verpopering weer? Wat hebben de vorige regering gedaan? Kijk, wat ze ook gedaan hebben. Je hebt Holland. Heeft al die productiebedrijven voor ze gelaten. Met infrastructuur, rollend materiaal. Bloeiende bedrijven, daar heb ik het over. Fabricatie, daar heb ik het over. Suikerrietplantage, koffieplantage, cocoplantage, veestappen, raceplantage. Wat hebben die mannen meegedaan? Dus zij hebben ons eigenlijk. Ik moet me even beheersen. Zij hebben ons eigenlijk hierin eigenlijk geplaatst. Want diezelfde fabrieken en bedrijven en plantages waaruit Hollandse kapitaal heeft gegenereerd, hebben ze voor deze mannen gelaten. Ze hebben alles kapot geslagen. Ze hebben het aan loyalisten uitgedeeld. Ze hebben het aan vriendjes uitgedeeld, zodat ze konden verkopen om goed geld te maken. En ze hebben Suriname tot een importland gemaakt. We hadden suikerplantages hier en die keri. En nu moeten we suiker importeren van Guyana, zo belachelijk. Als raceplantages gaan achteruit, hebben ze achteruit laten gaan. Bruinzeel, ik heb het meegemaakt als jonge kerel. Als ik 900 SRD gulders toen aan hout kocht, B-materiaal bij ben, kon ik een heel huis bouwen. En dat is kapot geslagen wat hun zaagmolen moest draaien. SML waar ik mijn race goedkoop kon krijgen, is gestructureerd kapot geslagen. Omdat ik niet mijn hout bij hun, mijn race bij hun in pellenmolens moet kopen. Begreep je? En dat was die balk dat Lasmas die zaagde. Voor die maar weg is gegaan. Vroeger heb ik gekend als kleine, als jonge kerel. Van Roermond, Kersten, de Vries. Die waren de importeurs en ze distribueren controle bij die. Die mannen hebben iedereen laten importeren. Iedereen zoekt dollars. Toch? Die barbier voor jou is een cambio. Die Chinees op de hoek is een cambio. Je kaster is een cambio. Iedereen zoekt naar dollars. De dollars gaan stijgen. En ik zeg het altijd. Je kan een sterke president hebben als de onze. Je kan een sterke minister hebben. Pas in de kapitalisten dat lidland richting geven. En het is ook uitgekomen. Wat voor een verkiezing? Akkoers bij de sky high. Nu weten ze niet of ze gewonnen hebben. Ze denken dat ze gewonnen hebben. Akkoers zijn zakkabakken. Dat begreep wat er gebeurt. Dit zijn de leiders waarvoor Suriname gekozen heeft. Is stupid toch? Is zeer stupid. Dus dit is eigenlijk mijn persoonlijke mening. Ik raak eigenlijk niet gefrustreerd. Ik probeer me te beheersen. Maar ik heb dit nooit meegemaakt. Zijn we zo gek geworden in dit land? Zijn we zo gek geworden? Maar als de uitslag zo bleef, mocht blijven, moeten we ons erbij neerleggen. Dat zei Kat, ik ga me bij neerleggen. Ja. Maar ik ga niet cool rusten. Want ik weet dat het niet kan. Dus ik hoop dat er wat komt, dat alles over gebeurt. Want dit heb ik nog nooit gezien in bijna 7 verkiezingsperioden. Niet 1, niet 2, maar 7 verkiezingsperioden. Ik heb dit nooit gezien. Dus voor mij is het niet mogelijk. Het is iets dat gewoon niet mogelijk is. Ik denk dat er verschrikkelijk gefraudeerd is, want je hebt mensen van de tegenpartijen die bij CBB zitten. Je hebt mensen die hier zitten turven. Je kan makkelijk skippen van één stem naar 7. Begrijp wat ik bedoel? Dus dat allemaal moet goed bekeken worden. Want dit, ik heb het nooit meegemaakt. Waarom bak ik het niet op mijn oren mee? Het is frustrerend. Waarom heb ik er op mijn oren mee? Toch? Dus ik hoop dat dit alles overgedaan kan worden. Dat we naar de werkelijke resultaten gaan. Dan gaat iedereen zien van... Andere mensen praten over Bodumas. Dat doe ik nog niet. Maar... Het leek niet goed hoor. Want dit Surinaams volk is niet dom. Dat zijn wijze mensen. We boeien veel met politiek. We hebben iedereen door en we weten wat we willen. We weten waar we gaan. Dank u wel meneer Lekton. We wachten het af. Ik zie meneer Anwar Mounai hier staan. Ik ga hem wel voor de camera halen. We zijn live. Hij stond ook op de lijst van de NDP. Kom er even bij staan. Alles goed met u? Misattak in de camera. Ja, ik praat niet veel te. Ja, maar vandaag eventjes, want u bent ook hier en we willen toch weten hoe u, want u stond ook als kandidaat op de lijst, naar alles kijkt. Hey, voor mij is het, ik wil weten hoeveel stem ik heb behaald. Dat is voor mij belangrijk nu. En dat het eerlijk aan toe gaat. Ja, maar zoals de uitslag er nu uitziet, wat voor gevoel leeft bij u? Nou, de officiële uitslagen moeten nog naar buiten komen, ja. Toch? Ik werk niet met, hoe moet ik het zeggen, waar men denkt of zo. Ik wil aan de officiële van de officiële autoriteiten horen. Dan zal ik daar een besluit nemen als ik tevreden ben of niet. Okay. Kijk een beetje rond. Wat vindt u van de hele situatie hier? U heeft het ook gevolgd de afgelopen dagen, neem ik aan. Nou, iedereen is zo verhit. Begrijp je? Maar het is begrijpelijk waarom men verhit is. Men wil
men wil snel achter de resultaten komen. En iedereen wil het meemaken. Ik heb dan in de president ook gehoord wat hij zelf ook wil. Dan moet dat maar gebeuren. Ja, dus u wacht het ook af? Ja, helemaal. Helemaal. Dank je wel. Hij is werkelijk geen grote prater, maar inmiddels is er een andere prater wel binnengekomen. Ik ga hem direct erbij roepen, ja ja. Want Herdi met Taktakiba, hij is wel een prater. Dus ik ga gewoon, weet je wat ik ga doen? Alsjeblieft, Sherman. Nee, maar ik wil juist zo. Welkom, goedenavond ook van mijn kant uit. Wederom vanuit de Anthony Nesty Sporthal doen wij verslag live. En dat verwachten we niet anders van de, ja, alles kan gebeuren, het is live televisie. Dat verwachten we niet anders van het team van de STVS. We hebben ontwikkelingen vandaag gezien. Ik mag zeggen dat ik ook naar Bakanatori heb geluisterd, want daar kwamen bepaalde zaken langs. En die toch nog ergens een lampje laten branden waarvan je denkt van oké. Okay. Ik heb ook heel veel telefoontjes gehad. Mensen die vragen, het lijkt alsof ik bij gekoppeld ben aan OKB of het hoofdstembureau van Paramaribo. Ik weet het ook niet, maar het is onze taak om op zoek te gaan naar de juiste informatie. En wat we tot nu toe hebben of begrepen is dat er een verzoek wordt gedaan vanuit de regering met zoveel ruis. We hebben vanmiddag ook video's zien langskomen van stembiljetten op een vuilnisbelt. Aan de andere kant hebben we processen verbaal gezien van ook nog uit de gemeenschap. En ik vraag me af, oké, waarom komen die dingen daar terecht waar de burgerij ook in contact kan komen met de spullen zonder dat er een controle is. Maar hier voor dit moment gaan wij weer overschakelen naar de studio. Ik zie Gail, ik wil ook weten waar die koeken zijn van gisteravond. Ik hoop dat ze ze heeft meegenomen. Maar voor dit gedeelte zullen wij Anwar dan... Anwar heeft die koeken gebracht. Anwar nog? Ja. Oké, voor dit gedeelte sluiten we af. We gaan overschakelen naar de studio. U is straks nog het avondjournaal en we zijn dan tussendoor weer terug bij u vanuit de Anthony Nesty Sporthal, zolang er een update is.